Het was erop of eronder voor de Nijmegenaren vandaag. Maar NEC won. Het versloeg in de Goffert AZ met 2-1. Na afloop spraken we met Julian van Haken en Arnoud Groeneveld en met trainer Ron de Groot. Nou, van harte gefeliciteerd. Een geweldige wedstrijd, denk ik. Nou, geweldig. Wel spannend, denk ik. Maar als je de wedstrijd kijkt, we hadden het eerste kwartier heel moeilijk, moet ik zeggen. Want AZ die het goed combineerde, vooral over de flanken veelvuldig doorkwamen. Ja, na een kwartier herpakten we ons een beetje. We kwamen iets meer aan het voetballen ook. Stonden echt dreigend te zijn. Ja, dan scoren we eigenlijk de 1-0. Ja, en daarna pikken we het goed op nog. Alleen vlak voor ons krijg je een dompertje natuurlijk dat de 1-1 valt. Nou, Arnoud, na een paar teleurstellende maanden eigenlijk. Eindelijk weer eens frivol voetbal en overwinning. Hoe was dat voor jou? Geweldig. Dat is waar we de hele week naartoe hebben gewerkt. En, ja, we hebben resultaat gepakt, dus het gevoel is niet te beschrijven. Maar geweldige wissels voer je uit met verdediger eruit, Steven Mok erin. Heel veel mensen stonden er in die fase voor de bal, vond ik ook. Vandaar die creativiteit erbij. Ja, je moet altijd en alle tijden, vind ik, je vuilbezetting houden. Of je nou 11 tegen 10 speelt of 11 tegen 9, dat maakt niet uit. Dus je moet altijd zorgen dat je de counter eruit haalt. Plus op het moment dat de ballen eruit vallen, dat je die tweede ballen op kan pakken. Dat je door kan blijven voetballen, plus dat je druk kan houden op het tiental, zeg maar. En dat hebben we redelijk gedaan, moet ik zeggen. Please describe your goal. Yeah. Yeah, it was, I don't know, it's difficult to describe because there was the second ball. I headed it to Ali and just ran through. And yeah, he played a perfect ball in the right moment. And then in front of the goal, my first instinct was to chip it and it worked. Kun je ons heel kort meenemen naar afgelopen tijd? Hoe pak je het aan? Ga je individuele gesprekken aan? Doe je een groepsgesprek of hoe gaat dat? Ja, individuele gesprekken, groepsgesprekken. We hebben vooral, als ik terugkijk naar 2 weken geleden, hebben we eigenlijk vanaf die maandag veel plezier proberen te creëren bij de spelers. Want het vertrouwen was natuurlijk weg en dat zag je goed. En vele spelvormen ook. En eigenlijk vanaf maandag een beetje richting AZ gewerkt. Hoe vond je het vandaag dat er iets hoger druk werd gezet? Is dat voor jou in het voordeel? Ja, ik denk dat het zeker voor ons in het voordeel is. Ik denk als je AZ aan het voetballen laat, dat je dan al een streepje achter staat. En, onze intentie was om ze gelijk ja, te laten zien dat we hier in eigen huis ook voor 3 punten aan het spelen waren. En dat hebben we ook gedaan. En now can you look forward to Heerenveen already? Yeah, of course. We all have to. Today we can be happy with the 3 points. We are still in the race, but afterwards we have to look forward to Heerenveen. Yeah. Thanks very much.